AFAS TV, goedemiddag. We staan hier in het AFAS stadion samen met Niek Boeder. Het is de jaarlijkse AFAS Developer Days. Dit is de laatste dag en Niek, jij hebt zowel de eerste dag als de tweede dag presentatie gegeven. Daar wil ik het toch even kort met jou over hebben. Niek is bij AFAS applicatieontwerper. En we hebben het vooral gehad over Profit 2016, versie die voorlopig nog niet uitkomt. Maar daar gaan we toch dingen heel anders in aanpakken dan dat we hebben gedaan. Maar jij hebt überhaupt gekeken naar het ontwerpproces en hoe dat in zijn werk gaat. Kun je ons daar eens kort wat over vertellen? Ja, we hebben gekeken naar hoe kom je nu van een idee tot een ontwerp. We willen modelgebaseerd gaan ontwikkelen. Maar hoe kom je nu tot een goed model van wat de applicatie aan de klant moet bieden? Nou, dat is een creatief proces, maar we willen ook een zo gestandaardiseerd mogelijk proces. We hebben nagedacht over de stappen die zich daarin in afspelen en we willen daar een stukje ondersteuning in bieden. En die denkwijze, want die maakt het verschil, die op elkaar overbrengen. Want we zijn ervan overtuigd dat als je 10% communicatiewinst zou bereiken op de manier waarop we met elkaar hier als AFAS-collega's naar het product kijken en daarover denken, dan kunnen we misschien wel een 50% winst bereiken in de kwaliteit en in dat wat de software de klant kan brengen. En wat ik fascinerend vind is, jij bent eigenlijk na gaan denken over hoe wij denken als mens. Ja. Ja. En hoe denken wij dan als mens? Je had een voorbeeld over je auto valt stil. Ja. Stel nu dat je langs de weg staat en je hebt wel iets vernomen van het klinkt gek daarvoor in onder in de motorkap. Wat ga je dan doen om te komen van dat probleem tot de oplossing? Je trekt die motorkap los en je ziet allerlei zaken. Nou, wat speelt er zich dan af in je hoofd? Nou, wat speelt er zich af in jouw hoofd? Ja, wat is het probleem? En om dat te gaan onderscheiden, ga je kijken naar de elementen die je onder de motorkap vindt, welke relatie die tot elkaar hebben. En op die manier bouw je eigenlijk een mentaal plaatje op van wat er op elkaar ingrijpt en hoe het anders zou moeten. Als we ons bewust worden van wat er zich in ons hoofd afspeelt, dan wordt het ook veel makkelijker voor onszelf om dat om te zetten in een verhaal. Naar elkaar, naar de klant en naar de software toe. Waarom is het nou zo, wat in wat AFAS aan het doen is met Profit 2016 en dan met name op het vlak van tools, is er nou zo bijzonder? Is er iets bijzonders of doen de anderen dit ook? Nee, dit is wel heel bijzonder. Want wij zijn er niet alleen van overtuigd dat we zijn ervan overtuigd dat tools kunnen helpen. Maar dat het gaat om het denkproces in ons hoofd. En dat willen wij als clubje bij AFAS, als productontwikkelaars, willen wij dat efficiënter doen. En wij willen die kennis die we met elkaar hebben, willen we borgen. En dat gaat ons in de toekomst verder brengen. Jij zegt in je presentatie van, nou ja, je begint altijd met analyseren, dan begin je met modelleren en dan ga je op een gegeven moment definiëren. En vroeger kwam er aan programmeren, maar wij zeggen eigenlijk, ja, als je het gedefinieerd hebt, dan ben je klaar, want we genereren de programmacode. Alleen in de meeste tools, ook 4GL tools, zie je dat je eigenlijk het begint bij definiëren. Maar wij beginnen ook al om het analyse en model, het analyseren en modelleren ook al vast te leggen. Ja, helemaal. Ja, want we zijn ervan overtuigd dat van, we kunnen wel iemand een Boeing 747 cadeau doen, maar als je niet kan vliegen, dan maakt het niet uit of je nou een Cessna krijgt of een Boeing 747. Het gaat erom dat jij de concepten van, in dat geval, vliegen snapt en doorhebt. En als je op dat niveau om kunt gaan met de software, dan ben je wat wij noemen aan het modelleren. Je maakt een model van de wat-vraag en niet van de hoe, de oplossing. En daar begint het mee. Nou heb je voor de rest volgens mij nog een hele andere nieuwe term geïntroduceerd. We kennen allemaal USP, Unique Selling Proposition, maar jij hebt het over een UBR. Ja, een Unique Buying Reason. He, om aan te geven van een selling point, dan redeneer je toch weer vanuit jezelf van wat kan ik verkopen. En niet vanuit die klant van wat zou die klant willen hebben. En dat is waar het allemaal begint. We willen wel iets leveren waar de klant echt op zit te wachten, wat gevreten wordt. En daar... Daar werken we. Is het nou je tweede of je derde Dev Days? Het is mijn derde Dev Days. Het is alweer je derde Dev Days. Ongelooflijk. Blijft leuk, hè? Ja, en dit dan? Onze eigen AFAS-stadion? Heerlijk. Echt geweldig. Echt geweldig. Ik heb jou een paar keer, in het geweld van wat er binnen allemaal gebeurt, heb ik jou ook een paar keer tijdens een pauze gewoon eventjes op zo'n stoel zien zitten om dat stadion in te kijken. Ja. Ja, wat is het lekker om gewoon ook gewoon
niet alleen heel, heel druk te zijn met allerlei processen, maar ook de ruimte te houden in je hoofd om het gewoon eens te overzien en met elkaar plezier te hebben van wat we doen. En dat hebben we hier echt en dat is geweldig en daar doen we het ook voor. Ik voeg hier niets aan toe, behalve dat we klaar zijn met dit interview. Bedankt en geniet nog even van de laatste paar uurtjes. Heerlijk.